Wat zijn servicekosten? Naast de huur betaalt u maandelijks ook een bedrag aan servicekosten. In uw huurcontract staat precies waar u voor betaalt. Servicekosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor de warmte, stroom en warmwatervoorziening als Woonzorg Nederland uw energieleverancier is. Het schoonhouden van het wooncomplex, ramen wassen en tuinonderhoud zijn ook servicekosten. U betaalt voor de hoeveelheid warmte, stroom en water die u zelf verbruikt. Maar ook voor diensten waar alle huurders van uw wooncomplex gebruik van maken. Zoals de stroom in de lift, warmte in de gangen of de ontmoetingsruimte, de schoonmaak van het gebouw en de dienstverlening van de bewonersconsulent. Deze kosten verdelen we gelijk onder alle huurders van uw wooncomplex. De servicekosten zijn een voorschot. Het is een inschatting van de maandelijkse kosten. Het kan voorkomen dat wij uw servicekosten tussentijds aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de prijzen voor energie stijgen. Of de schoonmaak duurder is geworden. U ontvangt hier altijd vooraf bericht over. Verandert uw persoonlijke verbruik gedurende het kalenderjaar? U kunt via de bewonersconsulent ook zelf uw voorschot servicekosten aan laten passen. Aan het einde van het kalenderjaar meten wij uw echte warmte, stroom en waterverbruik. Uw verbruik zien we op de meters die u in uw woning heeft. Heeft u geen meters in uw woning? Dan verdelen we het verbruik gelijk over alle huurders van het wooncomplex. Op basis van het echte verbruik berekenen wij de jaarlijkse eindafrekening. Deze ontvangt u voor 1 juli. Heeft u te veel betaald? Wij maken dat bedrag aan u over, mits er geen achterstallige betalingen zijn. Betaalde u te weinig? Dan betaalt u bij. Wij proberen de hoogte van uw voorschot servicekosten zo goed mogelijk in te schatten, zodat u bij de eindafrekening niet voor verrassingen komt te staan. Meer weten over servicekosten? Kijk op www.woonzorg.nl/servicekosten.